De stad Antwerpen streeft naar een optimale dienstverlening voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Een van de klantgerichte initiatieven is de volledige digitalisering van de parkeerketen. Klanten kunnen op een eenvoudige en flexibele manier een parkeersessie starten door gebruik te maken van verschillende technologieën, zoals bijvoorbeeld apps, parkeerautomaten, sms, maar ook in-car systemen. Het zal niet meer nodig zijn om parkeertickets of vergunningen achter de voorruit te plaatsen. Daarnaast biedt Mobiliteit en Parkeren Antwerpen een portaal voor retributies, gas- en lage emissiezone. Burgers kunnen slechts met enkele klikken toegang krijgen tot hun dossier, waarbij ze hun boete kunnen betalen, hun retributie kunnen betalen of bezwaar indienen. Het hart van de digitalisering is het parkeerplatform. Dat is een verzameling databases, beschikbaar voor overheden, dienstenaanbieders en nieuwe technologieën. Binnenkort ook voor projecten zoals Slim naar Antwerpen en Maas-aanbieders. Voor de digitale handhaving maken we gebruik van een scanwagen die data oplevert voor informatiegestuurde handhaving. Op die manier zorgen we ervoor dat er correct, efficiënt en eerlijk wordt gehandhaafd. Binnenkort maken we gebruik van de Antwerp City Observer. Dat is een multifunctionele scanwagen die naast de controle op het betalend parkeren ook de stad in beeld brengt. Denk bijvoorbeeld aan de staat van het wegdek, verkeerssignalisatie, straatmeubilair. En met behulp van artificiële intelligentie zal het zelfs mogelijk zijn om sluikstort te detecteren. Met al deze data maken we verder werk van een kwaliteitsvolle en aangename, leefbare stad.